Hallo, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie in mijn vorige video konden zien, heb ik een nieuw Harry Potter boek gekocht. Surprise, surprise. En dat inspireerde mij om mijn Harry Potter collection, book collection nog eens up to date voor jullie. En ik heb er toch al aardig wat. En wees niet ongerust, ze staan hier niet zomaar te staan. Ik heb alle boeken al gelezen. Niet bijna allemaal, ik heb er een paar nog niet uitgelezen. Maar ik gebruik ze. Ik lees ze, ze staan hier niet zomaar in mijn kast. Ik lees ze effectief. Dus we gaan eraan beginnen. Ze staan niet op volgorde, of ze liggen momenteel niet op volgorde. Maar het eerste boek is dit boek. Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Heel mooi boek. Ook al een heel klein beetje versleten. Die heb ik ook trouwens tweedehands gekocht. Dus het kan zijn dat dat niet van mij is. Het kan zijn natuurlijk ook van... Het tweede boek dat ik hier heb is Harry Potter en de Vuurboker. Het tweede boek dat ik hier heb is Harry Potter en de Vuurbeker. Uit dezelfde thema reeks als mijn andere boek. Ook een heel erg toffe cover. Als derde heb ik Harry Potter en de Geheime Kamer met een grote, mooie, prachtige Loftus spin aan de achterkant. Ook uit dezelfde reeks. Als volgende heb ik mijn favoriete boek Harry Potter en de Philosopher's Stone. Met een heel, heel, heel erg leuke kaft. En in het Engels, zoals jullie kunnen zien. Als volgende heb ik nog een van de Steen der Wijzen. Dit is een hardcover en met hetzelfde thema als deze boeken. Dit is dan exact hetzelfde boek, maar met een soft cover. Het volgende is Harry Potter en de Relieken van de Dood. Met een prachtige draak op de voorkant. En hier wel de achterkant van de draak. Identieke thema als de vorige, zoals jullie kunnen zien. Harry Potter en de Order of the Phoenix. Ook een softcover. Hetzelfde thema als hiervoor met deze paarden op. Harry Potter en de Geheime Kamer. Hardcover, wel weer in hetzelfde thema. Dit boek kocht ik in een schattig boekenwinkeltje in Londen. Een jaar geleden, denk ik. Dit is Harry Potter and the Chamber of Secrets. Maar super leuke cover. En dit is een cover design by Michelle Redford. En dit is echt een heel erg fijn boek. Van Bloomsbury. Maar het leuke van achter is dat er ook enkele leuke brieven in. Ja, echt heel erg fijn. Heel erg mooi boek. Ik denk dat ik hier £4 heb voor betaald. En op dat moment waren de Philosopher's Stone ook al uit. En The Prisoner of Azkaban, want staat ze hier vooraan in. Als volgende vond ik dit boek ooit eens op de rommelmarkt. Dit is Harry Potter and the Half-Blood Prince. Met een boek op de voorkant. Dit is uit een soort reeks dat ik nog anders niet ben tegengekomen. Niet een van mijn favoriete covers, maar toch wel een heel mooi boek. Een hardcover met zo'n flapje. Anders is het volledig zwartboek, denk ik. Maar aan de zijkant ook nog een Harry Potter en de Half-Blood Prince. En
En aan de achterkant staat er een lelijke foto. Sorry, J.K. Rowling. Van J.K. Rowling. Maar ik vind deze foto echt niet flatterend van haar. De Half-Blood Prince, maar dan de versie als van deze boeken. Ook op de rommelmarkt gekocht. Harry Potter en de Deathly Hallows. Met een heel fijne tekening van Hermeline, Ron en Harry. Je zou ze niet meer herkennen, denk ik, als je enkel deze. Zoals je kunt zien, ook een hardcover. Met zo'n ding eraan. En dit dan als cover. De cover illustration is gemaakt door Jason Cockcroft. Staat er nog iets in die interessant kan zijn? We hadden het trouwens op Ancient Forest Friendly Paper gedrukt. En op de first edition, dus dat is wel fijn. Als volgende gaan we naar de speciale boeken. Dit is het Fantastic Beasts and Where to Find Them, het original screenplay. Zoals je kunt zien ben ik hier nog in bezig. Ook deze heeft een afneembare kaft en ik vind het echt heel mooi. Meestal laat ik de kaft, afneembare kaft eraf, zodat ik deze niet beschadigd. Schadelijk. Heel, heel mooi boek. En het papier van de kaft is zo fijn. Het glijdt een beetje. De letters zijn hier dan nog met een extra laag opgedrukt. Het is echt een heel mooi boek. Tada! Als volgende heb ik een nieuwtje. Mijn nieuwste Harry Potter boek. Dit is Harry Potter and the Philosopher's Stone. Als jullie mijn vorige video hebben gezien, weten jullie dat ik deze in Budapest heb gekocht. En weten jullie ook wat dat er interessant aan is. Het zijn namelijk extra, er staat namelijk extra informatie over de Hufflepuff houses in. En dit werd er ook zo opgedrukt. Met zo'n extra laag. Een heel fijn papier. En dit is echt een boek dat iedere Hufflepuff lover in zijn kast moet hebben. Als volgende heb ik Harry Potter and the Cursed Child in het Engels. Ook hetzelfde soort kaft als de Fantastic Beasts boeken. En ook dit is een screenplay. Maar het fijne is dat dit boek, als ik dat lees, dat ik gewoon direct terug het stuk of voor me kan zien. Als volgende heb ik iets die misschien niet elke Harry Potter fan in zijn collection heeft zitten. Dit is namelijk Harry Potter and the Cursed Child, het boekje. Van de theatervoorstelling. Deze kon je ook op de theatervoorstelling kopen. Hier staat er nog eens de samenvatting in van de verschillende jaren. Ook een kleine woordenlijst met enkele woordjes. Zoals de Brownders Map, Mystery of Magic, Muggle. Een stuk tekst over, van een psychiater over hoe childhood experience ons shapen. Iedereen heeft meegewerkt aan de productie van The Cursed Child. Enkele woordjes over de acteurs, de cast van toen. Ondertussen is de cast al veranderd. Credits over het theater, echt een heel fijn boekje. En als laatste heb ik dit.
de illustrated versie van het eerste Harry Potter boek. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Die is ook mijn favoriete boek. Deze heb ik ook nog niet gelezen. Heel erg fijne printjes. En eigenlijk ideaal. Het geïllustreerde boek van The Chamber of Secrets is ook al uit. Maar ik wacht tot ze op een dag in het Nederlands verschijnen. Zodat ik ze ook allemaal kan kopen. Om ooit eens te gaan vertellen bij mijn kinderen. De illustraties zijn van Jim Kay en zijn echt prachtig. En dit boek weegt veel te zwaar. Het heeft ook een afneembare kaft. Dat is gewoon een rood boek met hier aan de zijkant de letters. En ja, echt heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Zo, dit was dan mijn Harry Potter boekencollectie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze te zien. Als jullie een filmpje willen zien over al mijn boeken in mijn boekenkast, en ik heb ook nog andere boeken naast de Harry Potter boeken, laat het dan hieronder even weten. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doodles!